Het is in Kondakam mogelijk om een bibliotheek van bewerkingen aan te brengen. We zien hier bijvoorbeeld een product waar wij een bewerking zetvlak voorbewerken op loslaten. Als we hier op dubbel klikken, dan kijken we even naar de instellingen. Dat is een gereedschap van 16. De voeding en het toertal staan hierbij. De bewerkingsparameters, de toegift, de stapdiepte. En stel nu dat je veel producten moet maken die ook op dit product lijken, kun je een bepaalde bewerking vastleggen in een bibliotheek. Dus we gaan even naar het zetvlak voorbewerken. Als we nou hier willekeurig ergens met de rechtermuisknop klikken, kunnen we kiezen voor exporteer dialoogvensterparameters. Als we daarop klikken, worden deze parameters in een file opgeslagen, in dit geval met het extensie DLG1, omdat het een zetvlak voorbewerken is. En deze kunnen we een naam geven, bijvoorbeeld Phrase 8. Bijvoorbeeld zou dat kunststof kunnen zijn, bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen zeggen van bepaalde type producten, zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen type 1. En nu wordt dit bestand opgeslagen. We zeggen annuleren. Stel, we moeten nu een nieuw product programmeren. We gaan gewoon een nieuwe tekening aanmaken. We gaan een model laden. En we pakken hier dit model bijvoorbeeld. En we kunnen nu hier een ruw deel omheen zetten. Met de rechtermuisknop. Klikken we meteen even op OK. We kunnen zeggen, we trekken even een begrenzing voor het zetvlak voorbewerken binnen deze rechthoek. Die selecteren we ook even. En nu gaan we weer naar zetvlak voorbewerken. En in plaats van nu zelf alles weer opnieuw te moeten invullen en over na te denken welke verspaningscondities we zullen gaan toepassen, kunnen we hier nu op de rechtermuisknop klikken. En zeggen we importeer dialoogvensterparameters. En nu kun je dus gaan kiezen uit een aantal DLG1 types. Je ziet er zijn hier al meerdere opgeslagen. We hebben net de kunststof type 1 opgeslagen. Als we deze nu openen, zie je dat ook in één keer alle parameters die ingevuld moeten worden dezelfde zijn als die we net gebruikt hebben. En kunnen we op OK klikken. En wordt dus eigenlijk met een vaste bewerking dit product ook geprogrammeerd. Dus maak er gebruik van. Probeer indien je veelzelfde producten hebt, gewoon een aantal bewerkingsvormen vast te leggen. En dat kun je niet alleen bij zetvlak voorbewerken, maar dat kun je in principe met alle bewerkingen, zowel in 2D als in 3D. Dus ook met contourbewerkingen. Je kunt dat zelfs met boorbewerkingen allemaal vastleggen. En dit kan je in punt 1 een hoop tijd besparen, maar ten tweede ook weet je ook zeker dat je dan ook de juiste verspaningscondities toepast bij een bepaald product. Probeer het zelf ook even uit.